Jouw afscheid van Club Kewalt. En daarvoor hebben we natuurlijk iets leuks voor je voorbereid. Omdat we zo dankbaar zijn dat je zo lang onderdeel van ons club bent geweest. Dat, dat ik mijn lichaam en geest heb gegeven. Ja. Ice cream, lahoo, lahoo, the wheel, because I see the giant wheel starting in motion. I see the giant wheel starting in motion. I see the giant wheel starting in motion. And I know that my fate has been written now. Time is no longer smiling at me. En we hebben een programma samengesteld. En eerst, we hebben eigenlijk twee programma-onderdelen. En dit is programma-onderdeel nummer 1. En dat is eigenlijk Chi. Ik ga jullie opleiden in het museum. Ik ga hoogtepunten doen. Oké, Doug, nou vertel even wat er allemaal gebeurt. Nou, ik hou dus heel erg van burlesque. En daar heb ik ooit een keer in een voorstelling iedereen een burlesque act laten doen. Ik niet. Maar ik sta dus nu voor een burlesque restaurant. Wat de bak? Een show menu. Nee! Let's go inside. Nee, je maakt een grap. Nee, het is geen grap. Hier eten. Ja! Let's go. Heel veel zin in. Made by Club Kewalt. It's getting tropical in here. The music extravaganza. Ik vond het nu al episch. Oh, echt fantastisch. Ik ben echt zo gelukkig. Maar ja, echt, ik ook. Echt heel erg dankbaar ook, Doug. Jij bent ooit degene die mij heeft geïntroduceerd naar RuPaul's Drag Race. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Echt zeer fan. En ik denk nog waarschijnlijk, wanneer ga jij je carrière switch maken? Ik heb al wel het haar ervoor. Je hebt het haar ervoor, zeker. Oh, Sanna. Optreden 2. Would you like to come and sit on my chair? Yes. Yes. Okay, please come over and sit on my chair. So everybody say hi, Doug. Hi, Doug. How old are you? 26. Okay. Do we need to give you a seatbelt before you slide out of your chair? Vandaag spelen we voor het eerst in Carré met het Pauperparadijs. Zin in! Carré! Fancy realness! Ik vind dat klein. Volgens mij is blauw toch meer mijn kleur. Ja. Eerste keer in Carré? Ja, het is mijn eerste keer in Carré. Ja! Dat vind je net. Ik vind het heel leuk en een beetje. Eerst weg bij die trommel. Is het jouw eerste keer? Dit is mijn, ja, ik heb één keer met het Soldaat van Oranje bier één avond gedaan. Maar hoe is het voor jou als pauperparadijs veteraan? Veteraan. Bij het eerste, je hebt de eerste twee jaar in Veenhuizen gespeeld. Ja, dat is waar. Hoe is het? Nu een keertje Carré en dat is superleuk. Ja? Ja, ja, ja. Het is ook spannend, ik ben heel benieuwd hoe mensen hier op gaan reageren. Ja. En ook hoe het overkomt hier in het pluche. Ja. Met de armen, zou ik zeggen. Ja. Maar ik denk, een super tof ding. Ik denk dat het heel leuk is. Ik denk dat het ook heel leuk is. Dit zijn de meisjes van het ensemble. Hallo. Hey. Zijn jullie zenuwachtig? Ik ga nadenken. Een beetje. Ja. Ik was vanmorgen zenuwachtig. En dan? Ik heb er heel veel zin in vooral. Ik ben wel klaar om gewoon voor publiek te spelen in plaats van de hele tijd technische doorlopen. Ja, omdat je met twee kasten werkt. Dit is Mathieu, een danser. Hallo. In het Pauperparadijs. Maar we hebben namelijk ooit samen op de Dansacademie Lucia Martens gezeten. 600 jaar toen. Ja, in de dansklas, in de brugklas. En dan kreeg je elke dag 4 uur dans, toch? En dan ja, zoiets. De rest kreeg je ook nog je wiskunde, je Engels en je Frans en je ladida. Maar toen vond ik vandaag toevallig een eindpresentatie van Lucia Martens. Nou,
je schrikt je rot. Niet te doen. Je hebt geen baard, je bent twee koppen kleiner. Oké, dit is Leon. Zal ik dansen? Hallo. Je hebt ook op Lucie Mart gezeten en ik ga nu even het materiaal laten zien. Oh. Die foto is echt verschrikkelijk. Zoek het verschil. Ja. Zoek het verschil. Kan gewoon niet. Ik, oh, dit ben ik. Die lange. Die lange. Die lange bollen. Daar is het museum, daarvoor, de voorste, de kleinste. Ja, die links. Met het opspringende haar. Hier, ja. Wat zijn dat voor slutsquads? Ik was gewoon echt veel kleiner dan jij. Ja, nu ben jij twee koppen groter. Dan kan je... Zij werkt niet bij de app? Ik weet het. Toch? Kijk, dit valt nog wel mee. Dit ook. Het valt eigenlijk wel mee hoor. Ja, maar het was echt. Het was, ja. Het was dit. En nou is het dit. Anouk, hoe ging het? Ja, goed. Ja? Echt lekker avond. Ja, het was echt goed. Carré zat lekker vol. Ja. Zondag is de première. Ja, ik heb echt zin in zondag. Ja. Met de gele loper. Oh, echt? Ja. Ik heb er ook heel veel zin in.